Wat zie je nou gebeuren met de Europese verkiezingen? Dat die gevestigde orde zich behoorlijk handhaaft. Wilders is natuurlijk de grote winnaar, onmiskenbaar. Ik ga van 1 naar 7. Ja, maar goed, maar de gevestigde orde, die in Nederland in elkaar gebeukt is, is in Europa, in ieder geval in de Nederlandse verkiezingen, heel behoorlijk blijven liggen. Ja. Tikkie terug, tik, dat was toch ons weetje. Niet doen alsof die moslims niks kunnen en niks presteren. Sterker nog, ze presteren heel veel. Dat zeggen ze juist niet, toch? Ze zouden veel meer kunnen als ze de kans krijgen. Nou ja, zij houden vast aan de identiteit. Nee. Zij zien dat kille moderniseringssysteem en zij denken, ik ga hier niet mee. Ik hou vast aan mijn tradities. Hebben ze ongelijk. Wie heeft er belang bij het voeren van een oorlog? Sowieso de burgerij niet. Nee. Wie in die elites hebben het? Waar heeft iemand ergens op de wereld het idee dat het een goed idee is om vuurballen op andere mensen te schieten? Of zomaar een vraag geven. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Rogier van Bemmel. Het is tijd voor een nieuwste week van zondag 9 juni en aan tafel zitten Jelle van Baardewijk. En de ziener uit Zuidoost, Kees de Kort. Kees, leuk dat je er bent. Ja, Appie is belangrijke dingen aan het doen. We hebben jou... jij bent gelukkig bereid geweest om even langs te komen. Tuurlijk. Hey. En als vast gezicht van het kanaal is dat ook goede timing. Want iedereen is denk ik wel benieuwd wat jij van de voordracht van Schoof vond. Van de persoon Schoofs weten we natuurlijk niet zoveel. Weet eigenlijk niemand. Kende jij hem? Was het voor jou ook een nieuwe naam? Ik ken hem dat hij baas van de AIVD was. Heel, heel vaag. Maar als je gewoon kijkt van hoe die zou passen in de mogelijke nieuwe regering, dan denk ik dat er een aantal argumenten te bedenken zijn waarom er wel een goed idee is. Kijk, de verkiezingen zijn gewonnen door de partijen die willen dat even een stapje passende plaats maken. Stapje terugzetten. He? Immigratie is uit de hand gelopen, klimaat is uit de hand gelopen. Pas je stap terug. Niet meer, maar minder. Dus geen visie. Geen groot idee. De Schoof is natuurlijk een man, echt een hoge ambtenaar. Niet te veel visie, maar wel een rustige man. Dus dat is voor een kabinet waar de verschillen tonnen wel groot zijn, is het wel goed dat er iemand boven staat die niet te veel visie heeft. En min of meer een uitvoerder, dat is één. Hij is baas van de AIVD geweest, dus hij weet dat hij zijn bek kan houden. En we zitten in die vier mensen zitten 3 emo-balletjes bij. Omtzigt is een emo-balletje, Jillen is een emo-balletje, mevrouw van der Plas. Versta ik het goed? Emo-balletje? Emo-balletje, emotieballetje. Okay. Ja. Dus overal op reageren, overal op schieten. Wilders is dat niet. Wilders is een grown-up. En Schoof is ook een grown-up. Volg je hem ook op Twitter? Nee. Nee, maar nogmaals. Dan zou deze mening misschien anders zijn. Wilders die wil nog wel eens onderuit de zak geven op Twitter. Dat is bijna altijd tactisch. Dat is ingecalculeerd. Dat is tactisch. Dus niet vanuit emotie? Nee. Okay. Dat is gewoon tactisch. Okay. Dat is een grown-up. Dat zijn die andere 3 die als je een kwaad tweetje over Jillen of over Dylan stuurt, dan gaat ze op reageren. Ze is minister van Justitie. Dat moet je niet doen natuurlijk. Dus Schoofs is van nature een rustige man. En ik denk dat hij ook wel wat overwicht heeft op de mensen die er zitten. In die zin dat ze wel naar hem luisteren. Dus dat is voor de mogelijke interne tegenstellingen is dat ook wel goed nieuws. Ik denk dat rustig gaat worden. En dat ze elkaar, en dat hij ook wel een soort min of meer verbindende figuur tussen die mensen gaat worden. Dat ze elkaar meer gaan verdragen met hem erbij dan met anderen erbij. Omdat hij kan zeggen van nou, jongens, rustig maar. En immigratie. En hij is ook iemand van de nationale veiligheid. Nou, dat is ook een thema natuurlijk in Nederland en door de nationale veiligheid. Ja, hij heeft bij de NZTV gezeten. Hij is goed ingevoerd. Ja, dus hij kent die dossiers. Dat zijn gewoon dingen dat je zegt van hij heeft niet te veel visie waarschijnlijk. Is goed. Hij is blijft rustig. Ja, dat is ook goed. Hij heeft wel verstand van zaken van een paar dingen. Wat we dus gewoon niet weten. Hoe hij zich gaat handhaven in de Tweede Kamer. Daar hebben we natuurlijk geen enkel idee van. Hè. Wat gebeurt er als je echt aangevallen wordt door de oppositie? En we weten ook niet veel van zijn persoonlijkheid, maar in het grote verhaal van regeringsvorming, plannen maken en beheersen van de situatie, denk ik, en hij moet internationaal ook wel vrij goed zijn, want anders kom je niet op zo'n positie terecht, dat hij de weg weet. Nou, dat zijn allemaal dingen die een toekomstige regering wat stabieler maken, met hem dan met een heleboel andere mensen, zou ik zeggen. Louter positief, ja, we hebben jou... In die zin van gewoon, je moet een regering hebben met een regeringsleider. En die moeten dingen gaan bewerkstelligen. Nou, de hoofdlijnenakkoord in de Tweede Kamer, voordat hij aangezocht werd,
was een piece of cake. Hè. Dus die partijen beginnen elkaar ook een beetje te verstaan. Hè. Ze gunnen elkaar ook dingen. Dus dat, politiek inhoudelijk gaat het gezamenlijk in ieder geval de goede kant op. En met iemand die erboven staat, die dat proces waarschijnlijk met een beetje geluk versterkt en verstand van zaken heeft en rustig blijft, denk ik dat vanuit de coalitie gezien, vanuit de nieuwe coalitie, gezien, hij nog niet zo'n slechte keuze is. Als je politiek niet met ze eens bent, is het waarschijnlijk een slechte keuze. Want dan, ik denk dat hun politieke keuzes nu meer kans hebben om de werkelijkheid te worden dan met een heleboel andere mensen. Ja, dat denk ik ook wel trouwens. Ja, ik zie het wel iets anders, ja. Ja, wil je dat nog even in de case aanhouden? Wij hebben natuurlijk vorige week onze inschatting aan. Nou ja, ik denk kijk, het is inderdaad, Kees merkt wel terecht op. Het is iemand die de boel ook al, die de mensen kent, weet hoe de hazen lopen. Dus hij zal hekjes gaan zetten om die begrenzing te realiseren. En dat hekjes zetten, dat is eigenlijk een soort van managementreflex. Van dit kunnen we niet, dat kunnen we niet meer. Maar het nieuwe hoofdlijnakkoord gaat eigenlijk niet van een nieuwe rationaliteit. Van een nieuwe opvatting van Nederland. Van een nieuwe opvatting van de relatie tussen verschillende departementen, uitvoerende partijen. Dus het is niet een integraal beeld van hoe het anders zou moeten. Ik denk wel dat we echt helemaal klaar zijn met het managen van managers in Nederland. Dus het Rutte-tijdperk is voorbij. Dat heeft trouwens verschillende redenen. En één daarvan is dat het management-tijdperk zelf voortkwam uit het probleem dat er zoveel dissensus was. Mensen waren het zo erg met elkaar oneens en heel erg bang voor anti-establishment partijen. En daardoor is men eigenlijk op de vluchtheuvel van wat dan te managen is te gaan staan. Ja, en men wilde denk ik eigenlijk weer meer inhoudelijke politiek. Nou, dat is maar echt maar zeer ten dele gelukt. En vervolgens krijg je dan ook weer een soort nieuwe manager die er bovenop staat. Uit de veiligheidswereld, notabene. Ja, en dan de veiligheidswereld, daar bedoel ik ook weer mee. Ja, dat is inderdaad iemand die de hekjes wil weten zetten. En, nee, maar met de big picture van de nieuwe regering, de big picture is terugdraaien. Niet nieuw, niet anders, wel anders, maar niet meer. Ja. Nee, maar terugdraaien tot heel kort geleden ook maar. Bijvoorbeeld de spreidingswet terugdraaien, die hebben we net een jaar. Dus het is helemaal niet radicaal genoeg. Terwijl mensen daar wel op gestemd hebben. Wat Kees net zegt, pas op de plaats. Daar beginnen we gewoon mee. En een beetje afbreken als het even kan. Ja. Kortom, niet te veel visie. Maar dat hele verhaal van Omtzigt, van een nieuwe bestuurscultuur, van een andere manier van aanpakken, een constitutioneel hof. Ja, dat staat er wel allemaal in. Nee, dat is waar. Je krijgt nu een duaal systeem. Dat is denk ik nog belangrijker. Ja, dus we krijgen weer debat terug in de Kamer. Ja. Maar goed, primus inter pares een manager is, dan kan je praten wat je wil. Maar dat is gewoon iemand die zegt, de Tweede Kamer is een ontluchtingsventiel. En ik ga verder met het uitvoeren van mijn programma. Dat is nu het risico dat er is. Maar misschien valt het mee. En met een Kim Putters had je veel meer die lange lijnen ook gezocht. Waarschijnlijk vanuit het kabinet had dan veel meer die lange lijnen gezocht. Ja. Ik had wat een interessante keuze gevonden. Ja. Maar het punt is, lange lijnen. De onvrede was de basis voor het nieuwe kabinet. Nou ja, onvrede was de basis. Er is ook de behoefte aan dat het anders. Hè, dat onvrede. Anders gewoon stap terugzetten. Mm-hmm. Het waren stemmen tegen. Niet voor. Het waren stemmen tegen de gevestigde orde en datgene waar die gevestigde orde voor staat. Dat was het zijn tegenstemmen. Dus lange termijn, dat zien we dan weer. Eerst eens terug naar, wat is Nederland? Waar zijn we terechtgekomen? Moeten we niet terug naar meer wat we waren? Nou, daarom nam ik Omtzigt, omdat hij denk ik van dat clubje wel degene is die het meest nog een nieuw beeld ook probeerde neer te zetten. Van we gaan op een andere manier democratisch proces inrichten. Dat is niet alleen maar terug of minder. Maar je hebt de korte termijn doelstellingen en lange termijn doelstellingen. De korte termijn doelstellingen, wonen, stikstof, immigratie. Weet je, dat had prioriteit 1 tot en met 5. En we gaan dan ook nog eens kijken naar hoe we dingen op lange termijn moeten beter. Moeten we eerst gewoon herstellen. Nou, dat ik denk dat de boodschap van de kiezers was in november 2020. Dat krijgen we nu ook. Nou, helder. Hey, de echte actualiteit nu. Wij leven nu vrijdag. We nemen altijd op vrijdag op. Zoals de vaste kijkers inmiddels nagenoeg bekend is. Gisteravond kwamen de eerste exit polls van de Europese verkiezingen binnen. Tenminste, het Nederlandse deel van de Europese verkiezingen. Dat wordt natuurlijk getrapt uitgevoerd. Veel landen toch in het weekend verkiezingen. Ik zal het even samenvatten. Dus de grootste partij lijkt GroenLinks PvdA te worden. Dan PVV wordt tweede. Nipt de eerste PvdA 8 zetels is nu de poll. PvdA 7 en Forum gaat helemaal naar 0 vanaf 4, vond ik heel opvallend. CDA doet het goed. VVD deed het aardig. D66 deed het aardig. Dan hebben we volgens mij de grote lijnen wel te pakken. BBB, 2 zetels, zoals het er nu voor staat. Ja, jullie reactie. Ik begin even bij jou, Jelle.
Ja, nou ja, misschien eerst even een soort van persoonlijke anekdote. Toen ik gisteren op mijn werk kwam en met collega's en ook collega's van andere hogescholen en universiteiten sprak, toen viel me op dat bij binnenkomst zijn de beveiligers er. Nou, het is natuurlijk een onrustige tijd, dus met die demonstraties en zo. Dus de tijd dat je gewoon een publieke instelling inliep, is ook voorbij kennelijk. Is dat een recente ontwikkeling? Of? Nou ja, die beveiliging die speelt in corona natuurlijk ook al opeens, die pasjescontrole en zo. Maar goed. Pasjescontrole? Ja, weet je dat niet meer? Nou, ik ben al gelukkig al 10 jaar niet op een universiteit gegaan. Ja. Nou, zo overdreven. Nou, ja. 7 jaar. In ieder geval. Jij, Kees, kom jij nog wel eens op universiteit? Dan lees ik je Ik ben toevallig vorig jaar met iemand. Hebben een trip down memory lane gedaan. We hebben allebei in Tilburg gestudeerd. Echt gewoon gestudeerd. En op een gegeven moment zullen we nog eens een keer naar Tilburg toe gaan. Gewoon fietsen pakken. En een beetje naar Tilburg scharrelen om te kijken of we het nog herkennen. Want dat is allemaal lang geleden natuurlijk. Ah, ja. En toen zijn we ook op de universiteit geweest. Tilburg, daar hebben we allebei gezeten. En wat ons opviel, alles in het Engels. Ja, dus nee, Tilburg. Nee, we wonen in Nederland. Alles in het Engels. He? Tilburg is ook het ergst van alle universiteiten. Tilburg University is niet waar. Ja. Nee, Maastricht, Groningen ook. Nee, maar helemaal van Engels. Ja. Gewoon de wc's, de catering, alles Engels. We wonen in Nederland. Ja, dus je voelde je niet lekker thuis daar. Ja, we redden ons altijd natuurlijk wel. Maar het is toch totaal van de pot gerukt dat je in Nederland, in een Nederlandse universiteit, niet meer in Nederland terecht kunt. Ja, het laat duidelijk zien waar de prioriteit ligt. In welk land ter wereld zeggen ze van een universiteit, dan gaan we lesgeven in een andere taal. Nou, dat is, dan ben je de weg kwijt. Dan ben je gewoon niet meer trots op wat je bent. Ja. Je kunt al bijna geen Nederlands meer leren, want die bordjes staan al niet meer in het Nederlands. Nee, maar waar het om gaat. Weet je, het gaat om het idee dat je gewoon je taal in de weg gooit. Ja, hey, maar het was een schuitenpaadje, maar je had het over pasje. Maar je moet een pasje laten zien als de universiteit binnen wil. Dat is een heel belangrijk thema, wat Kees adresseert. Ik wil even bij stilstaan. Oké. Universiteiten schaffen het Nederlands actief af. Ongelooflijk, joh. Nederland. Wordt linguïcide gepleegd. Ja. Echt waar. Ja, ja, ja. Je krijgt alleen eigenlijk betaald voor je publicaties in het Engels. De rest is gewoon hobby. Hoogleraar is gewoon, dat betekent helemaal, dat bestaat ook niet meer. Het is een professor. En dat zit al in het woord, professor. Een hoogleraar. Dat zegt iets. Je bent de hoogste leraar. Ja, dus dat is aan het veranderen. Je wordt eigenlijk een professor van internationale publicaties. En op zich, het Engels is mij zeer dierbaar. En ik denk Kees ook. Dus, sterker nog, ik vind het een prachtige taal. Dat heeft te maken met dat er twee registers in zitten. Dus je hebt het Germaans en het Latijn eigenlijk in die twee, die twee soorten woorden. Dat hebben wij veel minder. Wij hebben andere mooie woorden die de Engelsen dan weer niet hebben. Gezelligheid, wiskunde. Dat zijn woorden die helemaal niet zo direct te vertalen zijn uit Engels. Probeer het maar eens. Maar waar ik heen wil hiermee is van het Engels is prachtig. Ik vind ook dat we heel veel aan het Engels moeten doen. Maar de dominantie ervan is het probleem. Dat is echt heel belangrijk. Het Engels is geweldig. Laten we veel college lopen in het Engels. Maar alleen maar in het Engels. Dat is linguïcide. Je pleegt gewoon cultureel taalkundig zelfmoord. Dus het gaat erom, tuurlijk, veeltaligheid geweldig. Heel veel Engels. Tuurlijk moeten we veel meer in het Engels dan het Duits of in het Frans doen of in het Spaans. Dat zijn allemaal hele leuke kleine talen. Ze zijn trouwens ook afgeschaft, hè, in de tijd van de internationalisering. Maar het punt is dus, Engels goed, de dominantie ervan, dat is het probleem. Mensen onderschatten hoe groot dit probleem is. Ja. Oké, ik kwam dus op de universiteit. Het komt hier vaker aan bod vandaar. Ja, maar mensen hebben niet door hoe. Kijk, als je vanaf de bovenkant in een land. Ik ga even de lijn trekken naar Europa nu. Als je vanaf de bovenkant in een land. Overal verstand van. Ga niet pasjes. Ja. Kom maar door. Als je in een land vanaf de bovenkant. Dus de internationale connecties. Die zijn natuurlijk belangrijk. Maar ook het voeden van de eigen taal. Met nieuwe woorden. En het vertalen van woorden uit het Engels en vakkundige ontwikkelingen in expertgebieden die wereldwijd zijn, die terugvertalen naar het Nederlands, naar een Nederlandse context, Nederlandse steden, Nederlandse middenland, Nederlandse achterland, voorland. Als je dat wil blijven doen, dan kweek je iets, dan hou je iets van niveau vast. Dat is onderdeel van beschaving. Ja, als je daarmee stopt, natuurlijk. Ja. En dat is de bovenkant. Aan de onderkant, Netflix, Hollywood, die ondergraven eigenlijk de Nederlandse artistieke voedingsbodem. Ik zeg de onderkant, maar ik bedoel meer de entertainment kant. Ja, ja, ja. Dat is ook hoogwaardig. Ik bedoel, kijk ook graag Netflix. Ook gaat bij boeken schijnt dat zo te zijn. Dus die Gen Z'ers die lezen ook heel veel Engelse novelletjes. Dus eigenlijk worden we aan twee kanten. Het is een soort hamburger eigenlijk. Dus zowel qua vermaak en kunst als qua wetenschap. En dan heb je nog het bedrijfsleven ook. Wat ook eigenlijk het grote bedrijfsleven schakelt ook al over naar het Engels.
Ja, dat is gewoon een accompli. Ja, dus ja. Dat is voorbij al het Nederlands als economische taal. En op een goed moment heb je dus eigenlijk ook niks meer echt over. Dan wordt het een soort folkloristische taal. Nou, en dan komen we op Europa. Europa is er heel blij mee. Een korte anekdote tussendoor. Dat het op die verschillende niveaus. Dus in Amsterdam, jou wel bekend, is het dus ook zo. Mijn ouders die zijn gewoon gezellige zeventigers. En die waren in Amsterdam in hun koek geweest. Ja, ouders zijn geweldige boomers. Dat mag wel even gezegd worden. Nou, ze zijn niet echt boomers. Maar dat zijn... Dat is een generationeel ding, hè? Dat kun je niet verkiezen. Nee, maar goed, die boomers die hebben het allemaal gestudeerd en zo. Dat zijn allemaal niet, daar horen mijn ouders niet echt bij. Maar het zijn heel gezellige zeventigers. En die waren in een kroeg geweest. En mijn moeder werd gevraagd zo om een review of zo. Ze zegt, nou, ik vind het wel jammer dat ik niet gewoon in het Nederlands kan bestellen. Weet je wat ze als antwoord kregen van die organisatie? Ja, wij hebben een inclusief concept. Dus het hele idee van Nederlands als taal is al, ze was er echt verbolgen over. En terecht, man. De rot zit er zo diep in. Ja, maar dat het dus als het niet inclusief is, als je Nederlands gebruikt. Het weggooien van je eigen taal. In welk land op aarde ooit is de eigen taal weggegooid? Ja. Ja, weet je wel, welk land heeft ooit de eigen taal? Ja. Nooit, nooit, nooit. Ze verdwijnen wel eens een keer om allerlei redenen, maar niet willens en wetens. Krankzinnig. Gewoon lesgeven in het Nederlands en als je het Engels... Hou op die onze jongen, echt. Ja, dus jij had het over de sandwich, maar ergens in het midden, gewoon in de kroeg, is het dus ook al inderdaad. Maar taal is onderdeel van identiteit. Heerlijk, en als je dat onder druk zet en uitkleedt, dan verlies je ook identiteit. Ja. Nou, als je ondertussen in een globaliseringsproces zit van kapitalistische ontwikkeling en technologische ontwikkeling, zijn het toch twee verschillende dingen. Hè? Dus bijvoorbeeld artificiële intelligentie is niet iets per se waar nou direct... Uiteindelijk gaan heel veel mensen een slaatje uitslaan, maar het is ook gewoon een proces van waardevernietiging, van banen die verdwijnen. Dus het proces van vertechnologisering en economisering, dat geeft gewoon ook een gevoel van vervreemding. Van ja, wat heb ik nog aan mijn ambacht? Wat kan ik mijn kinderen nog bieden? Wat kan ik nog voor salaris krijgen? Dat zet heel veel druk. Dat is die modernisering. Die zet druk. En wat kun je er tegenover zetten? Nou, cultureel draagvlak. Burgerschap. Zinvolle tijdsbesteding. Het idee dat je ergens bij hoort. En dat, als je die taal daaruit trekt, dan haal je dus een betekenislaag uit die identiteit weg. En dan kom je dus nog meer eigenlijk zwak tegenover dat vervreemdingssysteem van economie en technologie te staan. Ik denk dat taal is een heel belangrijk wapen om te beschermen tegen dat moderniseringsproces dat over ons heen dondert. Dus die taal die geeft diep, die geeft innerlijkheid. Eén slotanekdote. In de grote revolutie van de reformatie, dus de reformatoren, die trouwens in Nederland een bijzondere rol hebben gespeeld. Dus voor de reformatie had je al mensen als Geert Grote en zo, die rond Deventer al voor een verinnerlijking van de geloofservaring gingen. En wat betekende dat, Hadewieg, om iemand anders te noemen dan Geert Grote, dat waren mensen die zeiden, ja, de geloofservaring gaat te veel om uiterlijkheden. Het gaat te veel eigenlijk om geld en pompeuze panden en te weinig om wie wij echt zijn. En bovendien, de mensen die gewoon normale burgers zijn, die kunnen de taal van het geloof ook niet begrijpen. Dus de elite die schermt eigenlijk met die pompeuze gebouwen en de geprivilegeerde toegang tot de Latijnse Bijbeltekst, schermen ze zich af van ons en legitimeren zo hun eigen belangrijke positie. En dat is nu weer aan het gebeuren. Dus de wetenschap die houdt zich af van het volk en zegt, ja, wat wij doen in deze dure tijdschriften waar jij geen toegang toe hebt, dat is in een heel veel moeilijke taal en met allemaal moeilijke modellen en ja, misschien dat je kinderen hier kunnen studeren, moeten ze eerst Engels leren. Het lijkt echt heel erg op dat wij een reformatie nodig hebben in Nederland. Die taal heeft dus een belangrijke rol gehad in de geschiedenis van Nederland, in de zin van emancipatie. We zijn geëmancipeerd van een oude, corrupte aristocratische wereld naar een vrije, burgerlijke, van onderop wereld waarin gewone Nederlanders het te zeggen kregen in hun eigen land. Dat is de geschiedenis van onze taal. Onze taal heeft ons bevrijd, heeft de gewone mensen bevrijd. Ja, en ik zie de link naar Europa inderdaad, omdat daar natuurlijk eenzelfde soort drukbeweging plaatsvindt. Maar voordat je dat bruggetje inderdaad slaat, zoals je beloofd had, ik ben toch wel benieuwd naar die pasjes. Wat is er nou met die pasjes? Oh, ja, die pasjes. Nou ja, het valt dan op. Dan dus kom je een modern onderwijsinstituut binnen en dan verwacht je natuurlijk debat over Europa. Ho, wat zit voor rare tijden. Debat over Europa op de universiteit. De grootste monocultuur ever, ooit, in de geschiedenis. Monocultuur, jongens. Echt monocultuur. Ik dacht helemaal niks. Ik dacht, ik kom daar binnen. En daar staat natuurlijk de SGP. En daar staat Forum. En daar staat GroenLinks. En daar staat de PvdA. Die staan een beetje op afstand van elkaar. Want in Europa is het natuurlijk ingewikkeld. Enzovoort. Maar niks ervan. Alsof de verkiezingen niet leefden, jongens. Nee.
Ja, de Europese verkiezingen leven natuurlijk over het algemeen ook nauwelijks. Wel de opkomst gisteren kennelijk zo 46,7 of 8, ik wil er vanaf zijn. Maar ja, dat is de hoogste opkomst sinds, ik geloof, de jaren 90 ergens. Dus. Maar wat nou wel fascinerend is natuurlijk. De Nederlandse verkiezingen, dat was eigenlijk een verzet tegen wat er aan het gebeuren is. De gevestorde werd in elkaar gebeukt. Dat is de uitslag van 2023. In elkaar gebeukt. Wat zie je nou gebeuren met de Europese verkiezingen? Dat die gevestigde orde zich behoorlijk handhaaft. Kleine verliesjes. Maar eigenlijk is de... Wilders is natuurlijk de grote winnaar. Onmiskenbaar. Die gaat van 1 naar 7. Ja, maar goed. Maar de gevestigde orde, die in Nederland in elkaar gebeukt is, is in Europa, in ieder geval in de Nederlandse verkiezingen, heel behoorlijk blijven liggen. Ja. Tikkie terug. Tikkie, dat was toch ons meetje. Dus nou is de vraag, is in andere landen, waar natuurlijk de Nederlandse situatie is kopieerbaar op Spanje, op Italië, op Frankrijk en op Duitsland, of die in Europees verband ook die klap durven uit te delen. Of dat ook in Europees verband de gevestigde orde nog redelijk redt, omdat, en dat is natuurlijk de belangrijkste reden, een heleboel mensen die in Nederland heel boos zijn en bereid waren de gevestigde orde een beuk te geven, niet zijn gaan stemmen. Ja, ik ben benieuwd. Want de stemmers van de gevestigde orde, als je kijkt naar die opkomstpercentages, de bekende partijen, nou, daar zijn vrij veel mensen toch naar de stembusjes gegaan, terwijl de protestpartijen veel minder stemmers hebben gehad. Ja, laten we eens even vragen hoe dat bij ons in de comments hoe dat zit. Want daar zitten best wel veel mensen ook die naar ons kijken, die toch ook wel kritisch staan, vooral tegenover die bureaucratie in Europa. Ik was voor mij ook echt wel een twijfel. Moet je nou gaan stemmen voor dit parlement en het daarmee ook een soort van legitimiteit geven? Engeland had ook een oproep gedaan van doe het niet. En in die kringen is het denk ik ook, het is bekend inderdaad, dat de traditionele partijen, die komen wel op. Dat betekent dus dat als wat er in Nederland gebeurd is, ook in andere landen gaat gebeuren, is dat het Europese parlement eigenlijk een beetje blijft zoals het was. Terwijl in allerlei andere landen grote bewegingen op gang gekomen zijn. En dus als je niet gaat stemmen, moet je je mond houden. Je kunt wel zeggen, ik ben er tegen. Je moet de deur uit en je formuliertje gaan invullen. In Nederland is het in essentie gewoon te weinig. In vergelijking met de Nederlandse situatie is dat voor Europa heel weinig gebeurd. De vraag is wat ik net al zei, of dat in andere grootlanden, of dan ook de proteststemmers thuis blijven. Want dan krijg je natuurlijk een vrij grote kloof tussen Europa, met de Green Deal en de immigratie, die landen erbij komt kijken. En allerlei landen die in Europa horen, waar op nationaal niveau heel andere bewegingen gaande zijn. Ja. Ja. Nou ja, het was me ook wel opgevallen dat een belangrijk dossier is, denk ik, de oorlog in Oekraïne en in Israël. En eigenlijk in de Nederlandse politiek speelt dat ook niet echt. Hè? Dus op het hoofdlijnakkoord, als je dat ook bekijkt, dat gaat niet echt over die geopolitieke zaken. Dus het lijkt wel alsof ze daar niet uitkomen of dat het nog... Ja, ik weet het niet. Maar Oekraïne is koud gesteld. Weet jij het? Dus ze gaan gewoon, daar mag Wilders niks over zeggen. Ze bewapenen Oekraïne verder en ze zijn gewoon volgens mij meer pro-Israël dan ze al waren. En dat is het. En dat zie je dus nu ook met de verkiezingen voor Europa. Dat blijkbaar dat dossier van de oorlogen heeft mensen niet gemotiveerd om anders te stemmen. Nou ja, kijk. Maar dan zou je toch wel iets meer van andere partijen goede scores verwachten. Ja. Daar moet ik ook wel zeggen dat die andere partijen ook wel gewoon... Ja, het is de vraag of ze nou in de media echt recht gedaan zijn. Maar nee. De big picture is natuurlijk... Maar welke partij bedoel je dan? SP, Forum voor Democratie? Ja. Wat waren de opties? Meer directe democratie? Dat is natuurlijk echt een splinter... Nee, maar Hester Buijs... Dat is meer directe democratie. De SGP, Forum... Ja, volgens mij moeten die Emmen volledig op eigen kracht hun alternatieve politiek laten zien. De meeste landen zijn natuurlijk... Dat zijn die kijken niet meer om zich heen. Die kijken allemaal naar zichzelf. Het hele idee van globalisering, meer samenwerken, dat is toch wel een beetje aan het verdwijnen. We kijken nu eerst weer naar wat gebeurt er hier. Waar hebben wij mee te maken? Nu, dat lange termijn verhaal. De globalisering begint, dat is een tijdje lang een drijvende motivatie geweest in de politiek. Maar dat is het gewoon niet meer. Er zijn toch te veel tegenstanders. Dus mensen trekken zich terug in hun eigen omgeving. Dat dacht ik ook, maar toen kwam dus die uitslag van de Europese verkiezingen. Dat staat toch wel haaks weer op deze... Dat is weer toch het globaliseringsestablishment dat wint. Maar dat komt dus, tenminste dat denken wij dan, Rogier en ik, omdat gewoon, laten we zeggen, de mensen die het graag klein en fijn willen houden, dat die niet zijn gaan stemmen. Waardoor de mensen die wel zijn gaan stemmen, dat is ondertussen bijna een minderheid geworden, maar in het Europese parlement, als het allemaal doorgaat, dan een meerderheid kunnen krijgen. Dus dan nogmaals, dan krijg je dus een kloof tussen
de individuele landen en wat daar gebeurt en wat er vanuit Europa gaat gebeuren. Nou, overigens klein en fijn. Tegen die termen wel een klein beetje protest aantekenen. Je kan ook zeggen groots en veerkrachtig. Hè? Ja, nee, maar waarom zou het zo groot en sterk zijn in Europa? Nee, dat is belangrijk. Anders gaan mensen zeggen, jij duikt achter de dijken terug. Dat is helemaal niet waar. Je kan juist heel sterk internationaliseren als Nederland. Over het Engels. Hè? We hebben nog nooit zoveel talen afgeschaft als sinds die verengelsing. Dus dat is helemaal geen internationalisering. Dat is het grote paradox. En dat is met heel veel dingen zo. Dat is denk ik heel belangrijk wat je aanhaalt inderdaad. Als je de vitaliteit van samenleving, die bestaat toch gewoon dat wij samenleven. Gewoon verbinding tussen mensen. En dat de Europese Unie is natuurlijk het verbinden met een idee, een soort abstracte werkgevuge ergens daar in de lucht. Terwijl die vitaliteit van het samenleven, elkaar ondersteunen, samen dingen uitvogelen, dat doe je eigenlijk in de relatie van mens tot mens. Kijk, je moet gewoon accepteren. Dat zou een manier zijn. Deze jij dat in de bel, maar jongen. Nee, maar je moet gewoon accepteren dat we over algemene mening verschillen. Wat is het probleem? We moeten middels een soort consensus eruit timmeren waarbij niemand echt tevreden is. Iedereen zegt, dan, weet je wel, voorlopig doen we het hier wel mee. Rogier, dat verbinden moeten we gewoon stoppen met die flauwekul. Gewoon, de politie timmerde wat uit. En die probeerde wat uit te timmeren waar wij allemaal wel mee overweg kunnen. Maar ik voel me nooit verbonden met GroenLinks, hoor. It's not gonna happen. Maakt niet uit wat Jesse Klaver tegen mij zegt. Waar ik het over heb is niet een politieke dimensie. Maar het is politiek is natuurlijk uiteindelijk een vorm die je geeft aan het samenleven. Maar het samenleven begint natuurlijk gewoon dat jij je buurman even helpt met de boodschappen. Op het moment dat de tegenstellingen vergroot worden in de politiek. Hmm. Ja, weet je wel, slaat dat ook wel langzaam maar zeker neer op het gewone publiek. Nou, ik één ding. Als ik in mijn eigen leven kijk, dan bij mij in de buurt woont een hele leuke vent. Dat is een D66-stemmer. En ik ken een vrouw die is heel betrokken. Dat is een CDA'er. En daar merk je niks van. Dus dat is gewoon... Nee, maar echt. Dus het burgerschap. Ja. En zo ken ik ook een PVV'er. Ja. Nee, maar echt. Ik denk dat Rogier wel een belangrijk punt aansnijdt. Namelijk dat politiek met elkaar... De relatie is en de buurt en... met elkaar studeren, met elkaar werken, zou wel fundamenteler moeten zijn dan het niveau van het debat. Dus je kunt best hard op elkaar afketsen wat ideeën betreft, maar je zou toch eigenlijk gewoon normaal burgerlijk met elkaar moeten kunnen samenleven, waarbij je verder niet nadenkt van dat is een GroenLinks'er. Ja, als dat gebeurt, dan gedraagt hij zich misschien apart, maar natuurlijk niet. Meestal verwacht je toch dat... Het verenigt meer dan wat ons scheidt in politieke zin. Precies. Maar ja, dat begint wel te schuiven. Hè? Zie jij dat echt anders, Kees? Nee, ik zeg alleen maar dat de politiek ook wel een beetje een soort met een zekere vertraging een soort voorbeeldfunctie heeft op wat er in de maatschappij gebeurt. Ja, het verhardt. Het verhardt. Ja. En dan krijg je ook dit soort... Dat duurt natuurlijk wel een tijdje, want het zijn je buren en al wat iets meer zei. Maar als het punt is, jongens, in de Tweede Kamer. Hè, dat is groot voor, dat is ons grote voorbeeld. Hoe die met elkaar omgaan. Ja, dat is verschrikkelijk. Ik weet niet of je als een vriend van mij die kijkt heel vaak. Hij zei, Kees, jongen, als je dat vergelijkt, hoe ze nu met elkaar omgaan, hoe ze elkaar behandelen. Als je dat vergelijkt met een jaartje of 10 geleden. Hij zegt, het is gewoon verschrikkelijk, weet je. Gewoon alle elementaire omgangsvormen worden met voeten getreden. Ze zaten gillend, schreeuwen tegen elkaar. Ja. Ze maken elkaar uit voor viswijf. Via de voorzitter spreken is echt definitief gestorven gewoon. Dat, nee, weet je, maar hij zegt ook gewoon in de omgang, weet je. Het omgaan met elkaar. Dat is een omgangsvorm. Dat is dan het voorbeeld voor de Nederlandse samenleving, hè? Dat kan toch niet anders dan gewoon effect hebben op het publiek? Als ik toch Caroline zie, dan denk ik wel dat het meevalt, hoor. Die heeft wel echt iets van die zwoeng teruggebracht. Caroline? Absoluut. Ja, dat is echt het succes van Caroline. Gewoon normaal praten. Ik vind het merci chocolaatjes mee. En zo zijn er wel meer voorbeelden, hoor. Ik vind haar zo populistisch in haar. Dat ze zegt, ik het Nederlandse volk en de Kamer toespreekt. Weet je wel? Je bent met de Kamer aan het spreken. Je bent met je ambtsgenoten in gesprek. En je representeert het volk. Juist charmant. De Tweede Kamer heeft een soort voorbeeldfunctie. En wat daar gebeurt, komt met enige vertraging. Ja. Langzaam maar zeker sijpelt het door naar de samenleving. Dus als daar verhard wordt en de omgangsvormen verslechteren, dan gaat dat ook in de samenleving gebeuren. En wat je natuurlijk ook hebt. Kijk, Jelle, jij woont natuurlijk in een wijkje met jouw soort mensen. Ja? Ik probeerde net wel uit te leggen dat het misschien soms tegenvalt. Maar klopt. Ik woon ook in de Bijlmer. Dus weet je wel, ja. En als ik gewoon kijk wie er bij mij op de galerij wonen, dan denk ik, ja, met wie zou ik nou goed moeten zijn? Want dat zijn totaal andere mensen, totaal andere culturen, totaal ander leven. Ja. Dus je zoekt toch een beetje de mens op. Andere talen ook deels? Ja, weet je, je zoekt ook een beetje de mens op met wie je een beetje dezelfde mindset hebt. Dat zijn je vrienden. Daar doe je dingen samen mee, maar niet met mensen die een totaal andere mindset hebben, for whatever reason.
Ja, dat wil niet zeggen dat je elkaar niet mag of zo, maar je hebt gewoon weinig contact met elkaar. Je moet een paar dingen gemeenschappelijk hebben, ergens, voordat je verder gaat. Nu we het hier toch over hebben, we komen nu eigenlijk vanuit dat Europese en wat ons bindt naar het lokale. We komen eigenlijk zo'n beetje de verruwing van de politiek. Ik moet toch onwillekeurig denken aan de aanslag die er gepleegd is op die demonstratie van die Pax Europa bijeenkomst in Mannheim, waar die anti-islam anti-islam activist, die Michael Sturzenberger, aangevallen is door een man met een mes, een salafist. Een politieagent zwaar gewond is geraakt, die is inmiddels overleden. Dat is ook deze week gebeurd. Ben ik heel populistisch als ik het heb over dat jij begint verschillende talen op zo'n galerij. Nou, ik heb zelf ook in een sociale huurflat gewoond tot zeer recent. En inderdaad, bij heel veel verschillende culturen. Overigens hadden wij het heel gezellig op de galerij. Maar inderdaad wel met de verschillende taalbarrières hier en daar. En cultuurbarrières. Dit is toch wel een extreem voorbeeld waarin het natuurlijk in die politiek heel veel gaat de laatste tijd. En toch die salafistische islam. Ja, maar goed, weet je, dat zijn natuurlijk waar incidenten en het zijn nog steeds incidenten. Kijk, die dingen gebeuren. Die worden dan ongelooflijk groot gemaakt. Vind je dat, ja? Ja. Er wordt toch juist gezegd dat als iemand met een bloedsuikerspiegel. En ik heb wel eens een man gesproken die heeft in Duitsland, of in België, heeft hij een stichting voor mensen die het slachtoffer zijn geworden van aanslagen. En dan denk je echt van een stichting voor een slachtoffer. Heel veel aanslagen, die komen allemaal niet in de media. Gigantisch, ik nodig hem misschien nog wel een keer uit hier. Nou, daar is wel wat goeds over te zeggen. Want het zijn ook media-evenementen, zo'n aanslag. Dat genereert aandacht. En daarmee is degene die de aanslag pleegt toch even in het zonnetje gezet van de aandacht. Nou ja, dat doen ze dus bewust niet. Dus er zit wel een agenda achter, waar ik ook voor ben. Het valt mij wel op dat je zegt van het wordt erg uitvergroot. Ik heb juist het idee dat het klein gehouden wordt. Nieuws over aanslagen. Nou, dan moet je een onderscheid maken dan tussen de kleine aanslagen en dit soort echt zeer, zeer grof geweld. En word je elkaar geslagen op straat? Ja, dat is in wezen een kleine aanslag. En word je van je fiets afgetrokken? Ja, weet je wel, een kleine aanslag. Dit is natuurlijk moord. Ja, dit is met een groot mes bij iemand inhakken. Dat snijdt, dat gaat natuurlijk wel in. Dus ook in aanslagen, in ongenoeg heb je natuurlijk een hele grote rangorde van kleine dingen. Als vrouw door een bepaalde wijk loopt, dan is hoeren nog het minste wat je te horen krijgt. Ja, is klein. Of als Jood, daar is wel wat meer aan. Het is verschrikkelijk onvervelend natuurlijk. Microagressie noem je dat, toch? Ja, microagressie. Ja, maar dat is microagressie is dat je iemand misgendert. Dat je iemand gewoon op kont grijpt, is volgens mij iets meer microagressie is natuurlijk ook eigenlijk iemand dood. Het is één op één. Maar sommige dingen, dat is er een beetje ingeslopen. Dat is wel helemaal zo, daar maken we ons niet zo druk meer over. Maar dit is die overtreffende trap. En misschien dat het verhaal is. Die kleine dingen, de kleine aanslagen, ongenoegen. Nou ja, dat komt zoveel voor. Nou, dat heeft niet meer zin meer. Maar de echte moord- en doodslagverhaal, jezus, dat is een overtreffende trap. Mm-hmm. Daar ontstaat een heleboel stampij over. Dus er zou meer stampij moeten ontstaan over. Hè? Wat jullie de kleine agressie noemen, die natuurlijk heel veel is. Een tandje minder voor die extreme situatie van met de mes iemand inhaken in de openbare ruimte. Dat wordt dan wel heel groot gemaakt. En daar worden dan ook weer hele grote conclusies aan verbonden. Kees stelt een nieuwe media-hygiëne voor. Ja. Zullen we even over geld praten? Dat kan. Jij wil niks zeggen over wat daar gebeurd is? Wil jij er nog iets over zeggen? Ik heb het niet. Het is zo verdrietig en misselijkmakend dat ik niet echt wat over te zeggen heb. Dus. Ja, nou, misschien wat ik erover wil zeggen is dit. Dat wat je toch ook laat zag met die Koranverbranding. En als je daar bijvoorbeeld op Twitter iets over zegt, dan word je dan van alle kanten alweer aangevallen dat je discrimineert of dat je doet. Maar er is gewoon een verschil tussen een openbaar debat waarin uiteindelijk de burgerrechten centraal zijn en wij met elkaar bepalen wat het recht is in een land. En de overtuiging dat jij, omdat jij een geloof hebt, niet beledigd mag worden. Ja. En dat jij, als je beledigd wordt, mensen met een mes dan wel anderszins gaat aanvallen. En er zijn heel veel aanslagen geweest in Europa. En ik denk dat we. Dat is het enige wat ik echt positief vind aan die schoof. Is dat hij in de afgelopen tijd toch wel behoorlijk blijk heeft gegeven van. Dat hij het randje van de wet wil opzoeken. Om te voorkomen dat.
En dat er dat soort aanslagen worden gepleegd. Dat we zicht krijgen op wat er in moskeeën gebeurt. Dat je zicht krijgt op wat er in die gemeenschappen gebeurt. En dan kun je zeggen, ja, maar dan zet je ze van tevoren in een hoek. Nee, helemaal niet. Hè. Er zijn heel veel, ik ken ook heel veel leuke moslims die gewoon helemaal achter de rechtsstaat staan. Maar er zijn er ook een heleboel. En in Duitsland waren het er 500. Waar deze man niet bij zat. Die ze in de smiezen hebben. Die dat op een gewelddadige manier zouden willen doen. Waar er dus misschien nog veel meer zijn. Want dit is ook een afgewezen asielzoeker van 25... die met zijn vrouw en kinderen in een flatje leeft en vervolgens gewoon 7 man neersteekt. Ik denk dat we die grens van dat op het moment dat er geweld komt, dat je daar duidelijk repressief moet optreden en dat je aan de andere kant het maatschappelijk weefsel moet vernieuwen. Dus je moet mensen met een migratieachtergrond in achterstandswijken moet je kansen bieden. Die moet je de taal laten leren, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts. Maar je moet ook scherp blijven op dit geweld. Ja. En ik word daar heel verdrietig van als ik zo'n fanaticus een politieagent overhoop zie steken. Ja, daar ben ik echt een paar dagen van slag. Nee, maar wat je gewoon merkt, weet je wel, de radicale moslims, dat zijn natuurlijk niet zoveel. Maar die gijzelen die hele gemeenschap. Er is daar geen zelfreinigend vermogen in moslimland. Want normaal zou je zeggen, wat jij net zegt, er zijn ook een heleboel moslims die hier ook allemaal van gruwen. Maar die durven dat niet te zeggen. Die durven niet in eigen kring te zeggen van jongens, dit brengt ons niet verder. Dit levert meer problemen op. Dus als er zelfreinigend vermogen in een organisatie, in een gemeenschap is, dat je elkaar ook durft aan te spreken of durft te zeggen van gaan we niet meer doen, is fout de boel. Als dat er is, heb ik er wel vertrouwen in. Ja. Nou ja, dan komt het wel goed. Maar als er gewoon geen zelfreinigend vermogen, als je je laat gijzelen met een hele grote meerderheid door een hele kleine minderheid, ja, weet je, dan heb je er voorlopig nog geen einde aan. Ik ben wel iets optimistischer. Hoor, waar baseer je dit op? Ik kom graag zo bij jou, Jan. Wat bedoel je? Nou, hoe kom je bij die indruk dat er geen zelfreinigend vermogen is in die moslimgemeenschap? Kunnen we ons nog 10 jaar geleden herinneren dat Wilders wat uitspraken deed over de moslims? Wat is toen gebeurd in Nederland? Nou, hij werd verketterd. En niet een klein beetje, maar heel erg. En 10 jaar lang. Dat is zelfreinigend vermogen, jongen. Je mag zeggen, maar wij als rest van de samenleving vinden dat helemaal niks. En dat zie je ook in organisaties. Hè? Als iemand echt over de fout gaat, this is it. Jij moet weg. Dat is zelfreinigend vermogen. Maar in moslimland, welke moslims hoor jij klagen over radicale moslims? Of hoor je iets over zeggen? De burgemeesters duiken weg. De moslimburgemeester, Abu Talib, hoe heet die in Arnhem? Marcus, geen woord erover. Hè? Dus er gebeuren rare dingen in hun steden. Door Een Abdelkader Benali of zo. Door radicaal. Het is een kleine minderheid. Die zijn heel erg aanwezig. Iedereen stond mee te kijken. Ja, nee, wij zijn de religie van de vrede. Ja, my ass, weet je wel. Jullie misschien wel, maar een kleine minderheid zeker niet. En daar durven ze niks tegen te zeggen. Ik vind het eerste element misschien nog wel erger, hoor. Dat er inderdaad, dat als je wijst op bepaalde elementen, dat je dan niet dat je daarmee niet een gesprek opent en eventueel nuance vindt, maar dat je meteen zo in de hoek gezet wordt of overhoop geschoten. Hè? Zoals met ons. Ik heb wel eens een gesprek gehad. Pim Fortuyn natuurlijk gebeurd is. Ik heb wel eens een gesprek gehad hier met Sini Eusdeel, een jongen met Turkse wortels. En die vertelde me dat in Turkije de gesprekken, de debatten, veel scherper zijn dan hier. Dat veel meer pluriformiteit is. En dat verbindend aan het eerdere gesprek over die modernisering en die technologie en het kapitalisme ook. Die moslims in Nederland, die hebben ook vaak alleen hun religie, hè? Dat is het enige nog. Het is niet alsof wij, zoals vroeger in Nederland, gewoon dit land is gebouwd op steden die zeiden van, kom jij hier, weet je wel, stadslucht maakt vrij. Prima, maar eerst even rieten passage, hè? Je wordt nou bewoner van Alkmaar en je gedraagt hier ook naar. Ja, dan kom je in zo'n schutterij. En dan word je verheven tot burger. Ja. Dat is niet een klein ding, hè? Nee, dat is echt groot, hè? Ja. Dat is echt historisch groot. Gewone mensen die belangrijke burgerlijke plekken verwerven en daar ook voor gehonoreerd worden. En iets voorstellen. Zo ging dat vroeger. Ja? Dus integratie. Ja. Hebben we daar iets aan gedaan de afgelopen decennia? Helemaal niks. We hebben het allemaal belachelijk gemaakt, afgeschaft. We hebben niet eens een museum voor de Nederlandse geschiedenis. 1 seconde, Kees, 1 seconde nog. Dus die integratie is weg. Nou, ondertussen dat drugsysteem. Je moet hard werken. Je hebt veel kinderen. Je probeert je hoofd boven het water te houden. Het zijn vaak geen hoogopgeleide die makkelijke banen hebben. Hè? Laat het ook duidelijk zijn. Vaak is er geen cultuur van waarbij de vrouwen ook werken. Je moet het allemaal maar zien te rooien als vader. Ja, en dan heb je alleen die islam nog. Wat bieden we ze dan meer? Dus ik snap heel goed dat zij wel denken, ja jongens, die moskee en die vrienden van mij,
die zijn wel heel belangrijk, want dat is het. Zo aantrekkelijk is Nederland voor die mensen. Nee, maar dat is, nou ja, kijk, dat ligt... Er zijn ook zat mensen. Maar we hebben ook geen, dus dat idee van verdraagzaamheid. We hebben het ze niet uitgelegd, we hebben het ze niet voorgedaan, we doen er zelf niet aan mee. Nee. Hoe verdraagzaam is de NPO een andere mening? Het is een breder probleem dat zij teruggrijpen op die hele orthodoxie in Nederland van de islam. Die is ook helemaal niet vergelijkbaar met de orthodoxie in andere niet-westerse landen. Waarom niet? Omdat het een reactie is. Het is bijna mode. Het is een reactie op dat... Op die economie, op die eisen die aan mensen gesteld worden. Niet doen alsof die moslims niks kunnen en niks presteren. Sterker nog, ze presteren heel veel. Zeg jullie juist niet, toch? Zouden veel meer kunnen als ze de kans krijgen. Zij houden vast aan identiteit. Nee. Zij zien dat kille moderniseringssysteem. En zij denken, ik ga hier niet in mee. Ik hou vast aan mijn tradities. Ja, dat is, hebben ze ongelijk? Nee, dat is misschien een minderheid. Maar er zijn een heleboel die vrij succesvol zijn op allerlei terreinen. Het is natuurlijk niet zo dat daar... Dat ze dat allemaal doen. De grote duizenden, misschien wel 10.000, 100.000 zijn gewoon... Die draaien gewoon helemaal mee in de Nederlandse samenleving. Ja, maar kijk, alles op en aan. Ga even naar Alabama. Haal even 3 miljoen mensen van een trailerpark. En pleur die in een grote wijk ergens in Tokio. En kijk na 10 jaar wat er gebeurd is. Dat is eigenlijk wat ze gedaan hebben. Dus het is echt de onderklasse. Mensen daar, de elites daar in Noord-Afrikaanse landen... kijken vaak neer op de mensen die naar Nederland zijn gegaan. Dat is echt een beetje... Ik generaliseer waarschijnlijk een beetje, maar dat is echt de onderklasse. En die is hier vervolgens. En dat, dan is het ook veel moeilijker. Kijk, als wij naar een ander land gaan, die taal heb je zo geleerd, je hebt zo je contacten en je bent klaar. Als je die kansen niet hebt, is het inderdaad. Nee, ik vind het wel goed dat je dat benadert. Ja, maar wat ik meer probeerde te zeggen is dat deze mensen proberen ook zich staande te houden in de moderne wereld. Kan. En ik snap heel goed dat die verdraagzaamheid dan op een gegeven moment sneuvelt. Het is een probleem. Maar het is ook ons probleem. Want in welke zin leren we hen eigenlijk dan om verdraagzaam zijn naar andere meningen? Hè? Als je naar moslimlanden kijkt zoals Turkije, dan zie je dat daar, dat heeft die Sini Özdil maar dus uitgelegd. Dat vond ik een mooie, kijk die uitzending terug als je dat interessant vindt. Die zegt eigenlijk, joh, als ik in Turkije de tv aanzet, dan zie ik heel veel polarisatie. Ja, nee, maar het punt is ook... Dus kennelijk. Heeft het iets met ons te maken dat het hier niet bestaat? Dat je teruggrijpt op je eigen geloof, dat is wel te willen. Maar in dat geloof is iedere keer als er iets geks gebeurt in de gewelddadige staat iedereen op van wij zijn de religie van de vrede. He, dus klopt ook. Terug dat is de andere kant. Als je gewoon teruggaat naar de islam op basis van onzekerheid. De islam is niet, de gewone islam is niet van jongens maak elkaar af, we gaan met de zwaard over het reer. Dus ook die mensen zouden kunnen zeggen. Ja. Nog los van de mensen die gewoon heel goed meedraaien in de Nederlandse samenleving, die grote aantallen. Hmm. Jongens, dat moeten wij niet willen met elkaar. Dit doet afbreuk aan alles wat wij nog moeten presteren en gepresteerd hebben. Ja, ik heb natuurlijk ook die uitzendingen van Lale Girl gezien en zo. Dit wat Kees zegt klopt. Toch één relativering. Het is wel zo dat wij eigenlijk niet zo heel veel aanslagen hebben gehad. En ook niet zo heel veel radicalisering. Ook bijvoorbeeld de aanpak van salafistische scholen bijvoorbeeld in Den Haag. Ik kan er van alles van vinden, maar dat is wel aangepakt. Als je het vergelijkt met Frankrijk... Nee, maar serieus. Als je het vergelijkt met Frankrijk of België... dan is er nog best wat zelfreinigend vermogen... waarbij ook de instituties helpen. Dus ik bedoel, het kan zomaar gebeuren een aanslag... maar het is niet zo... Nee, maar Nederland doet het helemaal niet slecht op dit gebied. Dat is het allerradicaalste. Ik zou je nog een voorbeeld geven. Oh ja. Over het onderwijs. Allerradicaal is ook het allerergst. Jelle wil het eigenlijk over geld hebben. Maar we gaan het over belangrijke dingen hebben. Over een verloren generatie die wij onder de bus gooien. Oké. Ik heb toevallig een artikel gelezen in het Parool vorige week over een grote middelbare school, voortgezet onderwijs in Amsterdam-West. Daar zijn problemen. Nou, dat kan. Ruzie tussen de directie en het personeel komt vaker voor. Ja, ik heb geloof ik gewerkt op die school. De bestuurder van de stichting, die werd ook geïnterviewd. En die liet even tussen neus en lippen door zeggen, het is ook niet makkelijk om je les te geven, want let op. Meer dan 40% van onze leerlingen die bij ons komen, eind lagere school, meer dan 40% heeft sterke taal- en rekenachterstanden. Jongens. Ja, dat is dan maar 10% boven het landelijk gemiddelde, Kees. Oh ja, maar dit is in één wijk, Amsterdam-West. Die mevrouw is ook nog, en dat is niet alleen bij onze school. Wat moet er van die mensen terechtkomen, van die kinderen terechtkomen? Want ze beginnen met een achterstand. Die wordt niet kleiner op die middelbare school. Nee, maar dit is absolute verwaarlozing. Nee, dat moet je aanpakken op de basisschool. We moeten competenten dat doe basisschool. Ik. 8 jaar in Nederland. Woon een heel leven in Nederland. Is niet geboren. Enorme taalachterstanden. Enorme rekenachterstanden.
Ja. Maar hier kunnen we een apart gesprek over hebben, maar wat Rogier zegt, één aanvulling. Kijk, terugwijzen naar eerdere onderwijslagen heeft geen zin. We moeten gewoon langer naar school, intensiever naar school. Er moeten meer leraren komen die op Nederlands en wiskunde zitten. En daar moet je gewoon, daar is gewoon een beschavingsoffensief voor nodig. Met studiekeuzes die, jongens, het is gewoon die aantrekkelijker worden. Ja. Goedkoop studeren, gratis studeren, net zolang tot je leraar hebt. Joh, mijn dochter is net 5 maanden lang niet op woensdag naar school geweest. Gewoon geen leraar te vinden. Nu krijgt ze programmeerles. Omdat er gewoon is nog steeds geen leraar. Ja. Dus gewoon, dat Amsterdam met gooien zit gewoon de realiteit. We hebben gewoon een extreem tekort. Ja, ja, maar goed. Ondertussen dat niveau dat probleem is. Dus het is we hebben de onderwijscrisis is echt groot. Maar je bent dan 12, 13. Maar je komt uit Amsterdam-West. Ja. Dat is jouw toekomst. Hm. Dus we gooien gewoon met, als rijk en welvarend land. Dat is eigenlijk, we zijn niet arm. Als we arm waren, kunnen we zeggen, oké, weet je wel. We zijn rijk en welvarend. Nou. Wat heeft... Dit is geestelijke armoede en dat zorgt voor zoveel ongelijkheid. En vanuit die ongelijkheid vinden we allerlei frustratie en geweld plaats. Nee, maar ik vind het heel mooi dat we van dat thema van immigratie eigenlijk naar het thema van onderwijs, opvoeding en gelijkheid komen. Dat is denk ik de kern van het probleem. En die worden vaak dan inderdaad niet in een samenhang besproken. Dus goed dat we dat even gedaan hebben. Maar jij wil het, kan ik me goed voorstellen ook. Je wilt het even over geld hebben. ECB heeft de rentes verlaagd. Monitalks. Ik weet er niet heel veel van. Maar wil jij nog een opzetje geven? Of gaan we gewoon Kees aan het woord? We gaan Kees helemaal uithoren hierover. Kees, wat gebeurt er met de rente, man? Ik heb geen idee. Nee, ja, jongens, weet je al. Het gekke is, die financiële markten, die hebben zichzelf van overtuigd dat het in de financiële markt maar om één ding gaat. De korte rente. Dat was nooit zo. Dat is de afgelopen 10 jaar. Ik ga lang mee in de financiële wereld. Tot een jaartje 50 geleden was die korte rente. Ja, dus de rente op kortlopende lenen. Daar keek niemand naar. Dat moet je even uitleggen, Kees. De breed publiek, korte rente. De rente op kortlopende lening bedoel je? Nee, dat is... Ja, heeft het effect op mijn hypotheek als ik die volgend jaar afsluit? Je hebt de rentecurve. Je hebt één daggeld, maandgeld, halfjaarsgeld. In elke looptijd heb je rente. En de korte rente, dat is de rente van een paar dagen. Wat krijg je of wat moet je betalen? Wat krijg je als je gewoon geld 1 of 2 dagen parkeert of 1 of 2 dagen opneemt? Van banken onderling? Banken onderling. En daar, op basis daarvan worden de tarieven verhoogd voor het publiek. Nou, of verlaagd? Of verlaagd. Dat is de korte rente. En die wordt bepaald door de centrale banken. De lange rente, de rente die 3, 4, 5, 6 jaar is, die wordt bepaald door vraag en aanbod in de markt. Maar de centrale banken gaan over de korte rente. Dat doen ze nou eenmaal. En dat is ook altijd wel. En dat kunnen ze gebruiken op bepaalde momenten. Als economisch in één keer slecht gaat, dan zeggen ze, nou, verlagen we de korte rente. Nou, dan hopen we gewoon dat mensen iets meer, dat bedrijven en mensen iets meer gaan lenen. En dan dingen gaan kopen en bedrijven gaan investeren, zodat die economie weer een beetje opveert. Dat is de theorie. En dat is ook een beetje een signaalfunctie. Weet je wel? Wij denken dat wij maken het makkelijker om te lenen en te investeren. Uh-huh. En dat is de theorie. In de economie. En wat is nou gebeurd in de financiële wereld? De financiële markt, dat is in wezen een Siamese tweeling van de economie. De financiële markt proberen te profiteren van wat er gebeurt in de economie. Je gaat beleggen omdat je denkt, je gaat ergens in beleggen omdat je denkt dat het binnenkort beter gaat met datgene waar je in belegt. Dat is beleggen. Dat was zo, maar dat is in de afgelopen 10, 15 jaar wat veranderd. Nou is de financiële wereld een wereld op zichzelf geworden. En die hebben zichzelf wijsgemaakt dat de korte rente, dat is de bepalende factor wat er gaat gebeuren. Als de korte rente wat verlaagd wordt, worden wij dol enthousiast. En als de korte rente verhoogd wordt, dat vinden we niet leuk. Dat hebben ze zichzelf wijsgemaakt, want de korte rente heeft op de economie wel wat betekenis, maar niet al te veel. Maar op de financiële markten wel? Ja, normaal niet, maar die hebben zichzelf wijsgemaakt dat het daarom gaat. Maar het is toch sowieso allemaal psychologie, dus dat is niet erg. Als ze het zichzelf wijsmaken, is het dan stijgend. Ja, maar dat betekent wel dat de Siamese tweeling, financiële markt, economie, dat die er niet meer is. De economie die sukkelt een beetje door. De markt kijkt niet, de financiële markten kijken niet meer. Wat gaat er in de economie? Kijken steeds minder wat er uit de economie gebeurt. Nee, wat doet de korte rente? Want als de korte rente omlaag gaat, gaat alles beter. Denken we. En daar geloven ze gewoon in. Terwijl het in de economie wel een klein beetje uitmaakt, maar niet heel veel. Dus er is een enorme discrepantie ontstaan. En dat zeggen die oorspronkelijk, die heel lang bestaande banden tussen economie en financiële wereld, die zijn als het ware in ieder geval de afgelopen 10, 15 jaar gewoon verdwenen. Je hebt nou het circuit van de financiële markten.
kort rente goed, maar goed. En de economie. Dat is... Ja. Nee, ik merk het ook bij ons in de straat, want de huizen zijn nu zo duur, dan kan geen normale burger meer een huis kopen. Ja. Nee, maar dat is toch ook. Dat is toch jouw persoonlijke link naar de financiële markt, die hypotheek? Ja, we hadden nou, ja, maar goed, dat, die drijft weer een beetje, die drijft weer een beetje op de lange rente. Ja, dus de korte rente, het signaal van de stralenbanken van jongens, ga je gang maar. Hè, we hopen dat het iets beter gaat. En de lange rente vragen een aanbod van geld. Daar hebben de centrale banken in principe niet zo heel veel mee te maken. Ja, dat is wat de markt. En als gegeven als de inflatie oploopt, loopt de rente op en gaan de hypotheken omhoog. Maar dat is een ander deel, dat is een ander deel van de rentecurve. Dat kort geld, dat is een signaalfunctie naar alle spelers. Ja, in de economie van nou, jullie kunnen wat positief worden, maar in de financiële markt. Want niet, die hebben dat opgepakt als het is voor ons, het gaat allemaal goed. En dat is een loskomen te staan van de lange rente. Waardoor die hypotheken. Die duurder worden. Maar dat betekent dat er gewoon weinig huizen meer gekocht gaan worden. Tenminste, dat zou moeten zijn. Maar jij geeft nu eigenlijk kritiek op de manier van denken van zowel de ECB als de financiële wereld. Ja. Maar wat beoogt men met deze maatregelen? Ja, maar het punt is, weet je, de financiële wereld. Kijk, als je erin zit, als je dus gewoon aandelen hebt gekocht de afgelopen jaren. Ja, dan heb jij een geweldige tijd meegemaakt. Een heleboel mensen, we hadden het ook wel eens over gehad. Een heleboel mensen zijn in Nederland helemaal gelukkig. Die hadden een eigen huis. Die hadden wat aandeeltjes. Die hebben gewoon de afgelopen 5-6 jaar een fantastische tijd gehad. Die zijn echt veel rijker geworden dan ze waren. Dus de tweedeling die ontstaan is dus als het ware de aandelenbezitters, huisbezitters, streep, huurders, geen aandelenbezitters. Want omdat de huizenprijzen zijn gestegen, en dat heeft andere oorzaken, en dus zijn de huren ook gestegen. Dus als je een eigen huis had en je hebt wat aandeeltjes, dan heb je gewoon geen idee waar ik het over heb al die tijd. Dat ik problemen voorziening heb. Met mij gaat het allemaal fantastisch. Huis 2-3 ton meer waard geworden. Aandeeltjes procenten meer waard geworden. Dus met dat deel van de samenleving helemaal fantastisch. En dat is ook in de rest van de samenleving. Ja, de mensen die een huis willen kopen. Wij krijgen al die inflatie voor ons hoofd. De kunnen niks meer kopen, kan niet. De mensen die een huis willen huren, kan niet. Ja, nu komt die verloren generatie. Ja, daar komt die onvrede vandaan die geleid heeft tot die politieke omwenteling. Dus het monetaire beleid heeft een hele grote rol gespeeld in het ontstaan van die tweedeling in de samenleving. Van de haves naar de have-nots. Nou, hij is een hef natuurlijk. Ja, ja. Hij heeft gewoon met niet doodgaan meer verdiend dan met werken. Dat klopt. Ja, nee, ja. Ben niet de enige. Iedereen die gewoon die heeft met niet maar ik moet zeggen, maar ik moet zeggen dat ik wel goede smaak heb op Funda. Ja. Ik ben wel een Warren Buffett op de huizenmarkt. Dus je bent er handig in. Maar waar die tegenstellingen in Nederland door verscherpt zijn, is door dit soort bewegingen. Maar wat is dan de hoop nu met deze maatregel van de ECB? Nee. Wat willen ze hiermee bereiken? En waarom? Ik heb geen enkel idee. Ze willen de economie stimuleren. Ja. Maar dat gaat er niet gebeuren. Dat hopen ze dan. Hè? Dat mensen meer gaan lenen. Maar lenen is ook een dat doe je pas als je vertrouwen hebt. Ja, als je vertrouwen in de toekomst hebt. Als je denkt van nou. Joh, dan durf je al te lenen. Maar als je geen vertrouwen in de toekomst hebt. Is gratis geld ga je ook niet lenen. Want je hebt geen vertrouwen in de toekomst. En die centrale bank kijkt heel erg naar het economische plaatje. Geld goedkoop meer lenen. Geld goedkoop meer investeren. Maar lenen en investeren wordt meer bepaald door. Hebben we vertrouwen in de toekomst? En waar dat vandaan komt, weet niemand. Maar denken wij dat het allemaal goed komt? Dan gaan we lenen. Dus de prijs van geld is eigenlijk, als je erover nadenkt, niet zo heel belangrijk. Als je geen vertrouwen hebt, is zelfs goedkoop niet genoeg. En als je wel vertrouwen hebt, maakt het niet veel uit of het 6, 7, 8 procent is. En waar komt het vertrouwen van? Nou ja, weet je wel, zeg maar. Je hebt een onderneming, je gaat investeren. Je denkt van nou, ik ga mensen aannemen. Het gaat goed met mijn bedrijf, dan ga je investeren. Nou ja, ook omdat we naar mensen zoals jij luisteren. Want we steken nu dit blokje in vanuit de verlaging van die korte rente dus. Hè? Maar, ja, maar eigenlijk moeten we vragen, Kees, hoe staat het ervoor in de economie? Ja, hoe is het met jouw vertrouwen? En dan krijgen we een beeld van wat voor vertrouwen we zouden moeten hebben. Ja, dat zou mijn vertrouwen zijn. Maar kijk, punt met het bedrijfsleven ook al gaat het nog zo goed. Dan gaan toch bedrijven failliet. En ook al gaat het nog zo slecht, dan gaan ook bedrijven het goed doen. En dus wat is jouw persoonlijke uitgang? Hoe kijk jij tegen jouw omgeving aan? En denk je van, nou, daar kan ik wel in meedraaien. Daar kan ik wel beter voor. Dan ga je geld lenen.
Maar hoe meer gekke dingen er gebeuren... Ook... Maar je moet ook zoveel lenen. Maar dus zit toch over... Als je nu 30 bent, hè, en je hebt gewoon jij met je vriend, je wil een huis kopen. Je hebt een normaal modaal salaris. Nou, dat kun je niet kopen. Kun je in Amsterdam een huis kopen? Nee, absoluut niet. Het is uitgesloten. Uitgesloten. Maar je kan toch ergens wel een appartement van 2,5 ton... 2,5 ton? Waar? Hoe heet het daarboven in Groningen? Wildervank of zo? Nou, maar je hebt ook nog groot, hè, jongens? Je hoeft niet meteen, op 100 vierkante meter te wonen, toch? Je kunt Amsterdam voor 2,5 ton krijgen. 2,5 ton krijg je 16 vierkante meter. Jongens, je moet sowieso niet in Amsterdam gaan wonen. Ga daar weg. Nee, maar het punt is, weet je wel. Nee, mijn punt is wat anders. Namelijk, dat het is wel een hele grote investering nu die je moet hebben. Die je moet durven maken. Nou ja, laten we zo zeggen. Jongeren zonder rijke ouders kopen geen huis meer. Dat kan niet meer. Als je ouders hebt met geld, dan wil je natuurlijk je kinderen helpen. Dat doet iedereen. He? Maar gewoon, je moet wel... In de omgeving van Amsterdam moet je wel 2 topbanen hebben. Als je samen woont. Wil je een huis, wil je een iets meer kunnen kopen. Een 50, 60 vierkante meter. Maar echt een topbaan hebben. Hmm. Nou, dat in essentie is het niet zo. Nee, maar nogmaals, als we kijken naar vertrouwen, Dordrecht moeten we toch... Is dat al heel anders. Ja, maar waar is het werk? Nou ja, Dordrecht is goed. Daar is genoeg werk volgens mij. Maar je wil ook een beetje wonen. Ja. We willen hier wonen, we willen daar wonen. Ja, maar gewoon een politieagent of een verpleegkundige. Ja, die kunnen toch geen huizen kopen in dat soort plekken? Die kunnen alleen maar huren. Of ze hebben ouders die rijk zijn. Ja, maar huren is ook al een probleem. Tuurlijk. He, want omdat die huizenprijzen enorm gestegen zijn, zijn huren natuurlijk meebewogen. Hey, maar voor het vertrouwen, volgens mij is dit ook misschien wel het bruggetje. Ik weet niet, misschien valt er valt sowieso meer over te zeggen. Misschien kun je er nog iets meer over zeggen. Maar ik denk dat we toch ook die brug even moeten slaan naar die F-16's die nu geleverd worden. De Russen die zeggen, in de Russische media verschijnt er toch iets van, er moet misschien een kernkop op die Nederlanders. Dat is natuurlijk allemaal onzin, maar wat je wel ziet is dat inderdaad die Amerikanen, dat was vorige week ook al, toestemming hebben gegeven om inderdaad terug te slaan, of in ieder geval defensief terug te slaan op het grondgebied van de Russen. Ondertussen gebeuren er nog een paar andere dingen in de wereld. En deze week zagen we, als ik die er toch heel even ingooi, meer als snackje, maar we zagen toch Biden weer in een positie verkeren bij die herdenking van 80 jaar de landing in Normandië. Wat natuurlijk een heel belangrijke herdenking is wat mij betreft om ons daarbij stil te blijven staan. Maar hij heeft een soort van Parkinson-achtige complete bevriezingen die hij dan beleeft. Hij is gewoon dement. Ja. Helemaal Nederlands. Niet een beetje, maar helemaal. Dat is gewoon heel zielig ook. Ja, daar kan hij meneer niks aan doen. Maar als ik dan kijk naar mijn economische perspectief van... Goh, zal ik me eens even in de lening steken en elke maand 3.000-4.000 euro voor een hypotheek gaan betalen? Niet dat ik dat zou kunnen, maar dan denk ik toch nou misschien even niet. Ja, maar dat is het punt. Dat heeft weer te maken met het geopolitieke verhaal, wat jij nou aansnijdt natuurlijk. Ja, Amerika was altijd een beetje de politieman van de wereld, 25 jaar geleden. Maar dat is voorbij. En dat is wat hier aan het gebeuren is, de geopolitiek. Dat zeggen, alle tegenstanders van Amerika proberen elkaar te vinden. Er zijn grote tegenstellingen tussen China, Brazilië, Iran en Rusland. Maar we hebben één ding gemeenschappelijk. We zijn tegen de VS. Ja. Dat is aan het gebeuren. Dus de rol van Amerika met de Europese vazallen, dus de Europese holmaatjes die de NATO heten, die is heel veel kleiner aan het worden. Heb je nou holmaatje? Ja, holmaatjes. Jezus Christus. Ja, jongen, toch op wat er gebeurt, man. Dat is verschrikkelijk. Die keffertjes uit de Baltische Staten. Jongen, houd toch op, man. Dat moeten we niet doen, joh. Maar goed, dus die geopolitieke situatie aan het veranderen betekent ook dat in die wereld onzekerheden gaan ontstaan. Meer onzekerheden dan er waren. En hoe gaat dat? Is Amerika bereid gewoon te accepteren dat zij niet meer de politieman van de wereld zijn? Dat is natuurlijk van Amerika. Dat is vrij ingewikkeld. Want ja, dat zijn ze lang geweest. De Pax Americana, het is voorbij. En hebben we op dat moment, dus de Amerikanen moeten zich als het ware gaan schikken in hun nieuwe rol. En Joe Biden is nu president en hij is toch presidentskandidaat. Hey, jongens, dat is geen goed voorteken. De andere grote landen gaan toch kijken, we gaan Amerika testen op allerlei plaatsen. We gaan geen oorlog voeren, want er wordt niemand beter. Maar we gaan Amerika wel testen. Nou, wat gaat Amerika dan doen? En Biden, die wil nog een keer president worden. Dat moet gewoon durven zeggen, dat gaat niet meer gebeuren. Die manier is helaas aan de... Maar even kort, waarom is hij niet gewoon voor de bühne? Gewoon een trekpop, Biden? Nou, dat kan wel zijn. Amerika is toch een heel vitaal land? Ik bedoel, die president is alleen maar voor op. Amerika is een vitaal land? Dat ligt op de rand van een burgeroorlog. Maar Jelle, weet je wel, dat kan wel. Maar als er op een gegeven moment, in essentie, ook met grote mannen, op een gegeven moment moet jij er staan. Jij bent Amerika. Dus in onderhandelingen, ja. In discussies. En met de andere kant is alle goede tv, nou ja, trouwens, mijn smaak is dan toevallig wel Europees, maar heel veel tv
Heel veel bedrijfsleven komt er gewoon uit Amerika. Jawel, jawel. Dat punt is, Amerika is nog steeds groot en machtig. Oh, alleen is, niet is, meer de partij die ze waren. Er is een sterke economie, maar om dat nou een vitaal land te noemen. Iedereen loopt rollenbollend met elkaar over straat. De polarisatie is gigantisch. De onderwijs ligt, onderwijs, infrastructuur. Ook moreel zijn ze toch behoorlijk failliet op allerlei punten. Dat is toch niet een land waar vitaliteit en energie van uitgaat. Het heeft twee kanten. Hè? Alle grote universiteiten komen er ook vandaan. Maar we gaan terug naar de discussie over die... Nee, maar die geopolitiek. Hè? Dus die onzekerheid neemt toe. Hè? Dat zie je ook in het Midden-Oosten gebeuren. Die Houthis, die jagen gewoon Amerikaanse vliegkampschepen op de lucht. Hè? Die Houthis hebben gewoon raketten. Die Amerikaanse vliegkampschepen zijn allemaal op 1200 kilometer. Oh, die raketten niet kunnen komen. Ja. Dus de Houthis, weet je wel. Ja, moet je veel benaderen. Is dat 40.000 mannen onder water? Maakt niet uit. Weet je wel. Maar die beheersen de ingang van de Rode Zee, wat naar het Suezkanaal gaat. Weet je wel, die maken gewoon uit. Nou, jullie mogen door. En jullie niet. En dat is natuurlijk, dat zou natuurlijk 20 jaar geleden, was dat fout in een kwartiertje weggewerkt. Nou, no mas, hè. Dus dat geeft iedereen. Hey, maar Kees, nog even terug naar die situatie nou in Oekraïne, zoals Rogier hem schetste. Van, je hebt nu een Russisch parlementslid dat eigenlijk al dreigt met een atoombom op Rotterdam. Dijken zouden snel doorbreken en Nederland en daarmee Europa zou onder water komen te staan. Nou, sowieso niks meer aan die huis. Dat is een heel andere calamiteitsscenario dan wij hier zelf hebben. Ik laat me er niet direct bang voor maken, maar ik schrok wel even toen ik het las. Omdat ik dacht van ja, kennelijk is het nu wel ook weer explicieter aan het worden dat het ook een atoomwapenwetloop kan worden. De Amerikanen lijken daar ook op een bepaalde manier aan mee te doen. Hè? Dus het Cuba-scenario, Cuba 62 scenario, waarbij dus de Russen, de Sovjets toen naar Cuba trokken met die wapens die dan dicht bij Amerika lagen. Ja. En Kennedy die dat dan eigenlijk op het laatst nog weet te pacificeren, dat conflict. Overigens wel een jaar later om wordt gemaaid. Hè? Dus, en zijn broer ook. Dus dat is een interessante episode op zich. Maar, dus we hebben eerder soort wapenwetloop gehad die heel serieus was. Die heel makkelijk uit de hand kon lopen. Ook toen. We kennen het verhaal van die onderzeeër waar één Rus moedig genoeg was om de ontketening tegen te houden van een nucleaire oorlog. En dat gevoel krijg je nu alsof de Amerikanen ook wel denken van nou, dan kunnen wij een heldhaftige rol in spelen. Dus je kunt wel zeggen van de Pax Americana verkruimelt. Je kan ook zeggen ja, maar dat is ook een kat in de nauw die nog even denkt we gaan een stempel drukken, want wij hebben nog overgewicht. En als ik dan ook bijvoorbeeld zo iemand als Willem... Overgewicht hebben ze ook. Dus. Ja, maar als ik dan luister naar zo iemand als Willem Middelkoop of naar jouw verhaal over de nieuwe multipolaire wereldorde, dan is dat meer de richting van de beweging. Dat is Kortiaans. Nederland, gewoon Nederland, sorry. Ja. Nee, maar de richting van de beweging is inderdaad dat we naar een multipolaire wereldorde gaan, maar daar zijn we nog niet. Ik zou moeten kiezen tussen Chinees geld of dollars, zou ik zeggen, doe maar dollars. Ja. Dus Amerika is nog sterker. Als er nu oorlog zou uitbreken, zou Amerika winnen. Dus het is slechts... No way. Not a snowball's chance in hell. Oh, dat is geen schijnvakant. Jongens, wat is er in Oekraïne gebeurd? Het Russische leger heeft ondertussen het derde Oekraïns leger vernietigd. En alles wat er nou door de Oekraïne wordt afgeschoten en gebruikt wordt, komt uit westerse voorraden. Die hebben eerst het Oekraïns leger vernietigd. Toen wat zeker tijdens oude meuk. En nu komen alle Europese en Amerikaanse wonderwapens plus de munitie. Wat nou vernietigd wordt, komt niks meer uit de Oekraïne, is allemaal westers. Dus als je de voorraden munitie, de voorraden wapens, de kwaliteit van de wapens die er nu nog is. Dat is gewoon. De voorraden zijn bijna op. En er wordt niet veel van gemaakt. Dus die Amerikanen, er is geen schijn van kans. Nul voor de komma, duizend nullen na de komma's. Dat Amerikanen nog een serieuze oorlog kunnen voeren. Ze hebben gewoon spulletjes niet. Gewoon niks meer. Maar het scenario waarbij dit een soort proxyoorlog is. En ze dus de Oekraïners ook vertellen van nou, we bewapenen jullie, we helpen jullie. Dat is toch ook nog een mogelijke uitleg van de situatie. Met andere woorden, dat de Amerikanen zich nog inhouden. Nee, dat zijn ze nu aan het doen. Die houden gewoon bij wat er allemaal de Russen, iedereen houdt netjes bij wat er vernietigd wordt. Aan tanks, aan kanonnen, god weet wat. En aan raketten. Nou, dat is vrij veel. De Russen zijn vrij goed in het vernietigen van allemaal spulletjes. Er wordt niet veel gemaakt. En er zijn ook verhalen over hoeveel er dan wel gemaakt worden. Er worden ongeveer 10 keer zoveel kapot gemaakt als ze gemaakt worden. Dus die voorraden, elk land heeft enorme voorraden, spullen natuurlijk, materialen en munitie. Dat is ver op.
Dus en de wapens in de VS, wat heeft nou het conflict in de Oekraïne geleerd? Kijk, waarom was iedereen een beetje bang voor de Amerikanen? Omdat ze allemaal dachten dat die Amerikaanse wapens state of the art waren. Een beetje bang voor zijn. Wat is nou gebleken in Oekraïne? Dat de Russen weinig moeite hebben met die Amerikaanse state of the art wapens. Dus de rest van de wereld heeft zitten kijken. De Patriots, de Abrams, hoe ze ook al mogen heten. Nou, daar hebben de Russen geen moeite mee. Dus die wapens zijn veel minder goed dan we denken. Dat heeft ook een enorme verlaging van de drempel met zich meegebracht. Als jij een beetje bang bent voor je tegenstander en je hebt nu geleerd dat jouw tegenstander veel minder sterk is dan jij denkt, is dat psychologisch een voordeel. En nou weet je ook nog dat de tegenstander heel weinig wapens meer over heeft, relatief. Dus die Amerikanen, die kunnen gewoon niks meer doen. Echt, die... mag ik heel even nog een naïeve vraag? Nog één? Waarom zouden de... Nou ja, waarom zouden... De voorgestelde ik, hè? De voorgestelde ik. Ja, nee, leuk grapje. Ik bracht me even van me apropos. Maar ik heb hem weer. Wie heeft er belang bij het voeren van een oorlog? Sowieso de burgerij niet. Maar nee. Wie in die elites hebben het... Waar heeft iemand ergens op de wereld het idee dat het een goed idee is om vuurballen op andere mensen te schieten? Gewoon zomaar een vraag even. Nee, ik heb ook geen idee hier, Roger. Maar vooral hier, weet je wel. Ik zou zeggen... En er zijn ook geen... kijk, vroeger had je natuurlijk die... hoe heet dat, Jelle? Met die verschillende stelsels, weet je wel? Het communisme versus... Had je echt gewoon, dat is niet psychologie, maar gewoon maatschappelijke... Hoe heet dat dan? Ja. Gewoon Westen-Oost. Kapitalisme, communisme. En dat, communisme dat was de strijd om de psychologische macht erin. Dat is allemaal verdwenen. Rusland is niet communistisch meer. China is niet communistisch meer. Die zit allemaal in de stand, jongens. Wij willen... Laat ons een beetje met rust. Dan gaan we gewoon samenwerken. En dan worden wij ook rijk. Ja. We hoeven jullie helemaal niet meer te overheersen. Ga lekker je gang. Wij willen ook gewoon comfortabel leven. We zijn nu met 8 miljard. We hebben genoeg spullen op de aarde. Wij willen ook wat jullie hebben, willen wij ook wel. Maar dat zijn financiële, economische dingen en maatschappelijke dingen. Niet het overheersen. Maar zou bijvoorbeeld, stel China dus wint een oorlog van Amerika. Zou de gemiddelde Chinees dan rijker worden en de gemiddelde Amerikaan ik geloof arm? Ik geloof helemaal niet dat die mensen dat willen. Die Chinezen, die hebben gewoon 1,4 miljard mensen. Die zijn economisch afgelopen 40 jaar ongelooflijk veel beter afgeraakt. Geweldige prestatie in de Chinese overheid. Maar dat kan nog allemaal nog veel beter. Dus die Chinezen zitten gewoon te kijken. Van, ja, weet je wel, laten we daarmee doorgaan. Want als je kunt wel zeggen, we gaan Amerika bezetten. En dan? Dus dit gaat over welvaart ten diepste. Vroeger had je gewoon... ik kan niet op het woord komen, Jelle. Verzorgingsstaat? Nee. Gewoon, psychologische oorlogsvoering? Doet er misschien niet echt toe. Propaganda? Je wilde gewoon de zaak overheersen. Als filosoof. Overmacht. Domineren. Domineren. Je wilde gewoon de baas zijn. Hmm. Dat is een belangrijke factor. Wij zijn beter dan de rest. Maar dat is gewoon verplaatst door... Ja. Maar Kees, toch even terug naar mijn angstscenario. Dat er een wapenwetloop is met kernwapens. Ik denk het niet. Jij denkt het niet? Nou, dat is wel een geruststelling. Ja. Nee, daar geloof ik helemaal niks van. Wie gaat dat doen? Kijk, de enige die dat op spel zet zijn Amerikanen. Maar is het niet zo dat als je normale tanks en wapens eigenlijk niet zoveel waard blijkt te zijn, dat je dan naar je meest complexe wapens maar grijpt? Wat ga je dan winnen? Toegang tot Taiwan is nog wel een dingetje misschien. Wat ga je dan winnen? Dan gooi je een bom op Nederland. En dan? Ben je dan zelf beter af? Ben je dan de baas geworden of zo? Is jouw systeem dan de wereld aan het overheersen? No. Als je gewoon een rationele, kwelkalerende burger bent, en er zijn er nog een paar in de wereld, waaronder Vladimir Poetin, de echt eens grown-up in grote mensenland, in mijn beleving. ja, jongen, die Biden. Toch? Poetin en Wilders. En Scholz misschien? Scholz, iemand positief over Scholz? Macron, kunnen we daarvan zeggen? Noem ze maar op, tik ze maar af. Wie? Nigel Farage. Robert F. Kennedy. En wie heb jij nou... Die gaat echt niet door met dit hele onderwerp. Nee, en wie heb jij nou nog vertrouwd? En daarom wordt hij waarschijnlijk ook overhoop gesloten. Nee, ik weet niet of deze mensen het beslissen ook. Maar ze hebben wel een grote stem. Nou, heren, we hebben nog... We wilden volgens mij om 2:30 stoppen. Dus volgens mij hebben we nog maar een paar minuutjes. Hier komen we niet per definitie uit. We kunnen hier nog even op door. Maar... Je moet er gewoon de tijd voor. Het is wel ontnuchterend om met Kees hierover te spreken. In ieder geval. Dus, je moet er de tijd voor nemen. Zeker ontnuchterend. En, misschien lees ik ook gewoon nog... Je zei dat je het Parool wel eens leest. Dat ik? Het Parool. Die krant. Ja, Jelle is altijd geïnteresseerd in wie wat leest. Op zaterdag, om het erger.
Oké, wat lees je als dan je... Wat lees je als je wil informeren? Amsterdam is een open inrichting. Hè? Ik heb wel eens gezegd, de mensen die daar normaal achter de tralies zouden moeten zitten, zitten nou aan de knoppen. Dat is Amsterdam. Nou, dat is misschien nog wel een aardig bruggetje naar jouw bijeenkomst deze week over drugs. Want in Amsterdam hebben we ook het Oosterpark. En het Oosterpark wordt... ze zijn weer aan het freebasen in het Oosterpark, begreep ik. Stond laatst in de Volkskrant. Er wordt weer wat afgespoten en geslikt en gesnoven. Gebeest, ja. En woensdag aanstaande, de 12e, is er een publiekscollege. Een publieksevenement aan de Vrije Universiteit. Met een openingshoorcollege van professor Hans Boutelier over harddrugsbeleid. En vervolgens een iets kortere lezingen van een ervaringsdeskundige en een verslavingsarts. Merel en Anne, die hier wel eens vaker zijn geweest. Om met elkaar van gedachten te wisselen over wat harddrugs met de mens doet. Ja, van beleid tot ziel, zal ik maar zeggen. Want verslaving heeft natuurlijk ook alles te maken met de menselijke existentie. En het is heel leuk als jullie komen. Ik heb een zaal gehuurd waar er nog wel wat bij kunnen. En meld je dus aan. Je kunt ook meediscussiëren. Dus begin van de avond gaan we luisteren. En daarna gaan we in groepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen. Er zit een idee achter, namelijk. Beleid wordt vaak toch top-down ontwikkeld in Nederland. Hè, en over ons uitgerold. En we willen het nu juist met elkaar hebben over dat beleid. En van onderop die dingen die daarmee te maken hebben. Dus dat heeft echt te maken met... hoeveel harddrugsbeleid tolereren we? Hoe gaan we om met de normalisering van harddrugsgebruik? Wat vraagt dat van de stad? Niet alleen van Amsterdam, maar van alle grote steden. Moeten harddrugs gewoon maar als zijnde oké accepteren? Ja, dat is nu de lijn eigenlijk. Hè? Is dat misschien een idee? Ja, en een lang verhaal kort is dus dat we die avond met jullie hopelijk daarover gaan discussiëren. En dat is hartstikke leuk, want ik weet uit ervaring bij evenementen dat mensen het leuk vinden om niet alleen een vraag te stellen, maar ook hun eigen visie te delen. En dat kan dus. Dat is ook vaak heel waardevol. En kunnen we daar dan zonder pasje ook naar binnen? Nee, je moet je even aanmelden. Het kost niks. Er lopen wel camera's rond. Maar als jij in een groep gaat zitten die geen camera heeft, dan kan je verder ook gewoon je hart luchten zonder dat iemand er ooit achter komt. Behalve dan de andere mensen die ook in de zaal zitten. Hmm. Natuurlijk. Maar dat is juist leuk. Dus, okay. Dus dat is de 12e. Je hebt de 27e volgens mij ook nog iets. Ja, klopt. De 27e hebben we ook een evenement in Rotterdam aan de hogeschool. Als je geïnteresseerd bent in het vraagstuk van integriteit, bedrijfsethiek, compliance, goed en kwaad op de werkvloer, thema's als grensoverschrijdend gedrag, diversiteit op een niet-woke manier, globalisering, kortom, polarisatie. Kortom alles. Ja, ethiek. Dus ethiek op de werkvloer. Ja, dus ben je ondernemer of medewerker van een MKB-bedrijf en heb je zin om daar eens een keer een dagje voeding op te krijgen en ook zelf mee te discussiëren. Voeding in de zin van, er zijn ook lezingen, er is ook discussie. En dan kun je wat breder leren kijken naar normen en waarden. En uiteraard wij ook door jullie, wat je zelf meeneemt. Dus de 12e en de 27e zijn er inhoudelijke evenementen. Als je dat leuk vindt, van harte welkom. En het echte grote feest is de 28e. Ja. Ja, dat is gewoon klassiek en dat is eigenlijk al uitverkocht, geloof ik. Dus als je daar nog heen wil, dan moet je echt nu op de knop gaan drukken. Maar het zou kunnen dat het nu al uitverkocht is. De Nacht van de Nieuwe Wereld in Utrecht, de Jacobikerk. Daar zien wij u allen graag. Ja, daarmee gaan we ook afronden. Ik zal zo nog even wijzen op Petje Af. Maar ik wil jou toch het laatste woord geven, Kees. Ik vind het heel leuk dat je er was. Laatste woord. Ja. En, hebben we nog iets laten liggen dat je zegt, ja, maar dat, weet je wel, leuk. Even over Nigel. Nigel Farage, die de Britse politiek weer binnen is getreden. Die mogen beginnen waar je over wil natuurlijk. De grote Brexiteer. Ja, wat vond je ervan? Dat hij nu... Maar dat vindt Kees kennelijk niet leuk. Nou, dat is niet helemaal wat. Ik heb toen de tijd dat Brexit verhaal natuurlijk... uitgebreid gevolgd in de tijd dat ik nog elke dag... Hoe gaat het nou met Engeland? In de tijd dat je elke dag... Hoe gaat het met het UK? Zijn ze er nou beter uitgekomen? Nou, dat denk ik niet. Nee, het, net als met allerlei andere landen. Het sukkelt een beetje door. Het gaat niet slecht. Ook niet zo. Wel veel tegenstelling natuurlijk, maar dat was al zo. Het sukkelt een beetje door. Hè, omdat, maar het is wel kwetsbaar. Hè. De grote verhalen. Weet je wel, de immigratie... De financiële sector, geopolitiek. Dat is nu allemaal heel, heel rustig. Dat er kunnen gewoon een aantal dingen gebeuren. Dat geldt niet alleen voor Engeland, maar dat ook de problemen in andere landen groter gaan worden. Maar zolang het allemaal rustig blijft, sukkelt die Engelse week nu al een beetje door. Dus in tegenstelling tot de mainstream media zegt Kees de Kort hier dat die Brexit helemaal niet zo heel veel negatieve gevolgen heeft. Begrijp ik dat goed? Kijk, je moet sowieso zoiets in tijden van decennia beoordelen. Nee, maar weet je wat ook is? Ze hebben natuurlijk heel lang, ze hebben gewoon jarenlang gehad om zich voor te bereiden. En toen kwam corona voor iedereen. Dus weet je, dat heeft een heel erg dempend effect gehad op de consequenties. Of die nou, het zal niet positief geweest zijn voor Engeland, denk ik. Maar als je heel lang op iets kunt voorbereiden, ja, weet je wel,
Iedereen gaat bewegen, iedereen gaat proberen te denken, wat betekent dat voor mij? Hoe kan ik me daar tegen wapenen? Dus ik ben zelf geneigd te zeggen, het was geen plus, maar ik kan laten zeggen dat het een grote min is geweest. Kijk, als je iets erin stampt en mensen worden verrast, dan gaan er gekke dingen gebeuren. Maar als jij 4, 5 jaar van tevoren al weet, op die dag gaat dat gebeuren. Dan heb je 3, 4 jaar de tijd om je voor te bereiden. En alle grote spelers hebben dat natuurlijk gedaan. Dus de schok was even een paar weken misschien, dat je even moet wennen aan een nieuwe situatie. En daarnaast gewoon doorgedraaid. En toen kwam voor iedereen corona, wat voor niemand goed geweest is. Het zou toch wel wat zijn dat Labour dan nu gewoon die verkiezingen gaat winnen. Hè? Uit de onvrede over hoe dat allemaal gelopen is. Maar dat gaan we... Nou ja, kijk, maar ook in Engeland heb je natuurlijk grote tegenstellingen. Engeland is een derde wereldland. Wat? Engeland is een derde wereldland. In ieder geval een land met een grote onderklas. Nee, gewoon derde wereldland. Die het heel slecht heeft. Nee, het punt is... Verklaar jezelf nader. Wij kijken naar Londen. Londen is voor ons een beetje Engeland. Een cosmopolitische omgeving, cultuur, rijk, noem alles maar op. Londen is gewoon een globaliserende mondiale stad. Maar Engeland niet. Ze hebben een monocultuur. Engeland is gewoon financiële dienstverlening en voor de rest is het niet al te veel. Heel veel allerlei karakteristieken van derde wereldlanden zijn van toepassing op Engeland. Alleen omdat Engeland heeft de Financial Times en heeft de BBC. Dat is hoe wij Engeland voor een groot deel te kennen. Dus dat kleurt ons beeld van Engeland heel erg op een manier die niet recht doet aan de totale Engelse situatie. Wat is dan een derde wereldland karakteristiek? Nou, een monocultuur, financiële dienstverlening. Hele grote verschillen tussen rijk en arm. Echt, dat is in Engeland ook zo, hè? Een kleine groep die extreem rijk is. Ja, dat soort dingen. Als je gewoon kijkt, vrienden van mij die komen als Engeland, die zeggen, nou Kees, weet je, als je Engeland rondrijdt, dat is gewoon puur armoede, joh. Hele grote stukken. Grote tegenstellingen, armrijk, enorme tegenstellingen, één groot welvaartsblok, monocultuur. Dat zijn typische karakteristieken voor een derde wereldland. Maar en die publieke voorzieningen zijn behoorlijk uitgekleed. Al die je moet daar niet ziek worden in Engeland. Maar de BBC, de topuitzendingen en weet je wel, de Financial Times en The Economist, dan denken wij, dat is Engeland. Nee. Dat is de hoofdstad van Engeland. De rest van Engeland is echt heel anders. Ik zie dat Jelle overtuigd is. We moeten eruit, heren. Ik bedenk me net, ik denk, wat had ik nou voor bericht gekregen van Wouter? Maar Wouter die zei, er is een carpool gelegen op onze website als mensen naar het evenement toe willen. De 28ste. Ja. Ja. De 12e en de 27ste moet je zelf komen. Maar de 28ste kun je via de website met iemand meerijden. Ah, als je dat wil. Of je aanbieden, neem ik aan. Het is ook heel dicht bij het station, hè, dus ja, in Utrecht. Ja. En we gaan daarna nog naar het café, dus of je nou met de auto moet willen komen. Ja, goed punt. Maar voor sommige mensen die echt in de randen van het land wonen, is het natuurlijk wel is het lastig 's avonds thuiskomen met de bus. Als je ergens in Zeeland of in Groningen woont, stel ik mij zo voor. Zelfs in mijn contraai is dat geloof ik ingewikkeld. Wat wilde ik verder nog noemen? Nou, even een beetje af. Wij leven van donaties en we maken graag dit soort uitzendingen. Nou, we leven er niet van, maar we maken deze uitzendingen ervan. Het kanaal leeft van... Wij leven hier niet van, nee. Maar het kanaal leeft er wel van. Dus mocht u het waarderen, abonneer in ieder geval even. En zorg dat u, als u het kunt missen, voor petje af, u opgeeft voor 5 of 10 euro per maand. Daar zijn we erg mee geholpen. Volgens mij zijn we dan rond, heren. Ik bedank jullie beiden hartelijk voor dit gesprek. Erg leuk. Wij gaan onze vrijdag in. U allen nog een fijne zondag gewenst. Dag. Nou, nee.